Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Nienke. Nienke komt met een enorm wisselend energieniveau doorheen eigenlijk elke dag. Het ene moment van de dag voelt ze zich helemaal hyper de pieper en het andere moment van de dag is enorm lusteloos, wil ze niks, kan ze niks, wil ze eigenlijk niks aan haar hoofd hebben, geen gezeur en enkel op de bak liggen. Heel wisselend is zijn energieniveau dus. En Nienke heeft begrepen dat je energieniveau super, super wisselend zal zijn. En alle kanten op zal vliegen. En gedurende de dag, elke dag opnieuw. Wanneer je bloedsuikerspiegel alle kanten op vliegt. Dus eigenlijk nooit echt stabiel is. Je bloedsuikerspiegel, dat wil zeggen het gehalte aan glucosemoleculen in jouw bloedbaan. Kennelijk, gezien het wisselende energieniveau van Nienke, is haar bloedsuikerspiegel dus eigenlijk, hij is nooit lekker stabiel. En begrijpt Nienke dat haar energieniveau enkel wat stabieler en constanter zal zijn wanneer ook haar bloedsuikerspiegel wat stabieler is en niet alle kanten opvliegt. Nou, Nienke is toen, omdat ze last heeft van dat wisselende energieniveau, Nienke is toen veel regelmatiger gaan eten ten opzichte van eerder en is ook koolhydraatbronnen die niet echt veel vezels bezitten gaan uitsluiten uit haar eetpatroon en gaan vervangen door koolhydraatbronnen die super veel vezels bezitten. Want Nienke heeft begrepen dat wanneer je heel onregelmatig eet en wanneer de koolhydraatbronnen in je voeding, en dat zijn bronnen van glucosemoleculen in jouw voeding, amper tot geen vezels bezitten, ja, dat dan niet je bloedsuikerspiegel, dus het gehalte aan glucosemoleculen, lekker stabiel gehouden kan worden. Dus is Nienke regelmatig gaan eten, is ze koolhydraatbronnen zonder of met amper wat vezels erin aanwezig gaan uitsluiten en gaan vervangen door vezelrijke varianten, bronnen van koolhydraten, maar alsnog komt Nienke met een enorm wisselend energieniveau, wat dus wil zeggen dat alsnog haar bloedsuikerspiegel alle kanten opvliegt en niet echt lekker stabiel is gedurende de dag. Nu heeft Nienke begrepen dat dat ook niet zo gek is, want jouw bloedsuikerspiegel, dat is het gehalte aan glucosemoleculen in jouw bloedbaan. En wanneer jij veranderingen aanbrengt in de koolhydraatbronnen die jij binnenkrijgt via hetgeen jij eet, breng jij veranderingen aan in de bronnen van glucosemoleculen die jij in jouw spijsverteringskanaal laat belanden. Maar dat zegt nog helemaal niks over het gehalte aan glucosemoleculen in jouw bloedbaan, want de koolhydraatbronnen in jouw voeding, die moeten net zoals de eiwitbronnen en de vetbronnen in jouw voeding, in jouw spijsverteringskanaal eerst verteerd worden tot kleinere delen, tot glucosemoleculen. En die moeten dan ook nog eerst in jouw darmwand opgenomen worden. Die moeten dan vanuit jouw darmwand in de poortaarde naar de lever gebracht worden. Die moeten dan van buiten de lever naar binnen in jouw levercellen opgenomen worden, die glucosemoleculen. En jouw levercellen moet dan die glucosemoleculen van binnenuit ook weer uitscheiden in de bloedbaan die naar jouw hart en alle andere wezens en cellen in jouw lijf gaat. En dat bepaalt dus jouw bloedsuikerspiegel. Dus die glucose die jouw levercellen in jouw bloedbaan hebben gebracht, dat bepaalt jouw bloedsuikerspiegel.
Dus op het moment dat jij wijzigingen aanbrengt in de regelmaat van eten en de koolhydraatbronnen die jij binnenkrijgt via hetgeen jij eet, dus de koolhydraatbronnen, de bronnen van glucosemoleculen die jij in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, maar jouw lever is niet beter ten opzichte van eerder in staat om heel gelijkmatig glucosemoleculen uit te scheiden in jouw bloedbaan zodra jouw bloedsuikerspiegel daalt. En is ook niet in staat om glucosemoleculen van buiten de levercellen naar binnen op te nemen zodra jouw bloedsuikerspiegel stijgt. Dan zal alsnog jouw bloedsuikerspiegel alle kanten opvliegen en jouw energieniveau dus ook. Nienke heeft begrepen dat de vertering van koolhydraten in jouw spijsverteringskanaal plaatsvindt met behulp van koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen. En dat wanneer die koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen niet gevormd kunnen worden en of uitgescheiden worden door cellen elders in jouw lijf, want dat moet namelijk eerst gebeuren, dat dan de koolhydraten in jouw voeding die jij in jouw spijsverteringskanaal laat belanden, helemaal niet verteerd zullen worden tot glucosemoleculen. En de glucosemoleculen die in jouw voeding aanwezig zijn, ook helemaal niet in jouw darmwand, in lijf, in de poort en naar jouw lever en naar jouw lever getransporteerd zullen worden. En in de tussentijd moet jouw lever dan toch alsnog, wanneer jouw bloedsuikerspiegel daalt, glucosemoleculen van binnenuit de levercellen naar buiten uitscheiden in jouw bloedbaan, zodat jouw bloedsuikerspiegel weer kan stijgen. En wat moet jouw lever daarvoor doen? Nou, jouw lever bezit lysosomen. Dat zijn afbraak- en afvalblaasjes. Eigenlijk een soort van verteerblaasjes, spijsverteringskanaal binnenin jouw levercellen. Jouw levercellen moeten voortdurend ook koolhydraten, eiwitten, vetten verteren. Enzymatisch splitsen in die lysosomen. En wanneer die verteringsproducten, glucosemoleculen, aminozuren, vetzuren, dan in andere delen van jouw levercellen zijn opgenomen, dan kunnen die verteringsproducten van koolhydraten, eiwitten, vetten ook door jouw lever van binnen naar buiten uitgescheiden worden, in jouw bloedbaan gebracht worden. Zo ook glucosemoleculen. Maar wanneer jouw levercellen niet in staat zijn om in hun lysosomen afbraak- en afvalblaasjes met behulp van koolhydraatsplitsende, eiwitsplitsende, vetsplitsende spijsverteringsenzymen de koolhydraten, eiwitten, vetten daar in jouw levercellen te verteren tot kleinere delen, tot glucosemoleculen, aminozuren, vrije vetzuren, dan gaat jouw lever niet in staat zijn om glucosemoleculen, zodra jouw bloedsuikerspiegel daalt, naar buiten uit te scheiden. Ja, zoalsnog, jouw bloedsuikerspiegel alle kanten opvliegen en jouw energieniveau ook. Jouw lever moet eerst dus koolhydraten, eiwitten, vetten verteren met behulp van enzymen, spijsverteringsenzymen, moet vervolgens glucosemoleculen, nadat die zijn vrijgemaakt uit koolhydraten, verteerd zijn uit koolhydraten, moet glucosemoleculen van binnen naar buiten uitscheiden. En dat vereist het transport van glucosemoleculen door de membranen van jouw levercellen. De vertering van koolhydraten tot glucosemoleculen binnenin jouw levercellen, in de lysosomen van jouw levercellen, vindt plaats binnenin membraanomhulde blaasjes. Die glucosemoleculen moeten dan vervolgens naar een ander membraanomhuld compartiment van jouw levercellen en van daaruit moeten producten van levercellen van binnen naar buiten uitgescheiden worden. Maar dan moeten die producten wel door de membranen van jouw
jouw levercellen verplaatst worden, want anders gaan glucosemoleculen nooit van binnenuit naar buiten jouw levercellen, dus in jouw bloedbaan gebracht worden. Kan alsnog jouw bloedsuikerspiegel alle kanten op blijven vliegen, want dat zal enkel mooi stabiel gehouden worden wanneer jouw levercellen voortdurend goed in staat zijn om na daling van jouw bloedsuikerspiegel glucosemoleculen van binnen naar buiten uit te scheiden, maar dat vereist dus transport van glucosemoleculen door de membranen van jouw levercellen. Dat zijn biologische lipidenmembranen, membranen die zijn opgebouwd uit fosfolipiden, membraanvetten. En glucosemoleculen kunnen zonder glucosetransporters, dat zijn membraangebonden eiwitten die specifieke transport van glucosemoleculen door biologische lipidemembranen verzorgen. Jouw levercellen zijn helemaal niet in staat om glucosemoleculen zonder glucosetransporters door hun membranen te verplaatsen. Dus zijn jouw levercellen ook helemaal niet in staat om jouw bloedsuikerspiegel te verhogen nadat dat is gedaald. En dus zo jouw bloedsuikerspiegel mooi stabiel te kunnen houden wanneer jouw levercellen niet in het bezit zijn van glucosetransporters tussen de fosfolipiden in de membranen. En wanneer zullen jouw levercellen dat niet zijn? Nou, glucosetransporters zijn membraangebonden eiwitten. En eiwitten, dat zijn moleculen die worden gevormd uit aminozuren. Dus enkel op het moment dat jouw lever in het bezit is van voldoende aminozuren om glucosetransporters, membraangebonden eiwitten, te kunnen vormen, enkel dan is jouw lever in het bezit van de membraangebonden eiwitten die ervoor zorgen dat jouw levercellen goed in staat zijn om glucosemoleculen door biologische lipidemembranen te transporteren, waardoor jouw bloedsuikerspiegel mooi stabiel gehouden kan worden. Bezitten jouw levercellen onvoldoende aminozuren om glucosetransporters te kunnen vormen, dan is jouw lever... zijn jouw levercellen niet in staat om, zodra jouw bloedsuikerspiegel daalt, met behulp van glucosetransporters, glucose snel door de membranen van je levercellen te verplaatsen, zodat het gehalte weer kan stijgen. Ja, en kan jouw bloedsuikerspiegel niet stabiel gehouden worden. Allemaal dus afhankelijk van jouw lever en of jouw lever wel voorzien is van voldoende aminozuren om glucosetransporters te vormen. En wanneer is jouw lever dat pas? Nou, jouw lever is dat pas wanneer de vertering van eiwitten tot aminozuren in jouw spijsverteringskanaal met behulp van eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen goed verloopt. Alleen, dat is afhankelijk van onder andere jouw alvleesklier. Jouw alvleesklier moet namelijk eerst eiwitsplitsende spijsverteringsenzymen hebben gevormd en naar jouw spijsverteringskanaal hebben afgegeven uitgescheiden. Dan pas kunnen de eiwitten in jouw voeding in jouw spijsverteringskanaal verteerd worden tot aminozuren. Dan pas kunnen aminozuren vanuit jouw spijsverteringskanaal in jouw darmen en lijf in de poortader naar jouw lever. Dan pas kan jouw lever daarover beschikken. Is jouw lever in staat om nieuwe eiwitten, waaronder membraangebonden eiwitten, waaronder glucosetransporters, te vormen. En dan pas is jouw lever in staat om, zodra jouw bloedsuikerspiegel daalt, dit ook weer mooi gelijkmatig te verhogen. En kan jouw bloedsuikerspiegel stabiel gehouden worden. Allemaal dus afhankelijk van, eigenlijk, jouw alvleesklieren of je alvleesklier in staat is om eiwitsplitsende enzymen peptidasen te vormen en uitscheiden. Is jouw alvleesklier dan niet goed in staat? Dan gaan de eiwitten in jouw voeding niet verteerd worden tot aminozuren? Gaat jouw lever niet voorzien worden in voldoende aminozuren om eiwitten, membraangebonden eiwitten of glucosetransporters te vormen? Gaat jouw lever niet in staat zijn om jouw bloedsuikerspiegel mooi stabiel te houden door nadaling van je bloedsuikerspiegel dat mooi gelijkmatig te verhogen? Ja, en gaat jouw bloedsuikerspiegel alle kanten op blijven vliegen en jouw energieniveau dus ook? Wat hebben nou jouw alvleeskliercellen, de kliercellen in jouw alvleesklier, nodig om die eiwitsplitsende enzymen die de vertering van de eiwitten in jouw voeding mogelijk maken, om die te vormen en na vormen ook wel uit te kunnen scheiden naar jouw spijsverteringskanaal, zodat de eiwitten in jouw voeding verteerd kunnen worden tot aminozuren, zodat jouw lever voorzien kan worden in voldoende aminozuren, zodat jouw lever in staat is om nieuwe eiwitten te vormen, waaronder membraangebonden eiwitten, waaronder glucosetransporters,
zodat jouw lever in staat is om, zodra jouw bloedsuikerspiegel daalt, jouw bloedsuikerspiegel gelijkmatig te verhogen en jouw bloedsuikerspiegel stabiel gehouden kan worden. Nou, de kliercellen in jouw alvleesklier hebben om nieuwe eiwitsplitsen, enzymen, peptidazen, en dat zijn ook eiwitten te kunnen vormen, vocht en bouwstoffen nodig. En jouw alvleeskliercellen, de kliercellen in je alvleesklier, hebben om die eiwitsplitsen en enzymen uit te kunnen scheiden, ook bouwstoffen nodig, want ze moeten dan ook nog vesicles en transporteiwitten vormen, waarmee die eiwitsplitsen, de spijsverteringsenzymen, van binnenuit de kliercellen in jouw alvleesklier naar buiten uitgescheiden moeten kunnen worden, want die moeten naar jouw spijsverteringskanaal. Alleen jouw alvleeskliercellen, de kliercellen in jouw alvleesklier, zullen niet in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen wanneer jouw voeding te weinig vocht en essentiële varianten van bouwstoffen, dat zijn varianten van bouwstoffen die geen enkele cel in jouw lichaam zelf kan vormen, levert. Dat zijn alle vitamines, een heel aantal mineralen, een heel aantal spoorelementen, 9 aminozuren zijn essentieel en 2 vetzuren zijn essentieel. Dus wanneer jouw voeding te weinig vocht, te weinig essentiële vitamines, te weinig essentiële mineralen, te weinig essentiële spoorelementen, te weinig essentiële aminozuren, te weinig essentiële vetzuren levert, dan zijn de kliercellen in jouw alvleesklier niet in het bezit van voldoende bouwstoffen die de kliercellen nodig hebben om eiwitsplitsen en enzymen te kunnen vormen, vesicles en transporteiwitten te kunnen vormen, waarmee die eiwitsplitsen en enzymen na vorming ook wel uitgescheiden kunnen worden naar jouw spijsverteringskanaal. Kunnen de eiwitten in jouw voeding niet met behulp van peptidase, eiwitspitsen en enzymen die jouw alvleesklier eerst uit heeft moeten scheiden naar jouw spijsverteringskanaal verteerd worden tot aminozuren? Kan jouw lever niet voorzien worden in voldoende aminozuren die jouw lever nodig heeft om nieuwe eiwitten, nieuwe membraangebonden eiwitten, waaronder glucosetransporters te vormen? Gaat jouw lever niet in staat zijn om, want heeft jouw lever glucosetransporters voor nodig, glucose moleculen van binnenuit de levercellen naar buiten uit te scheiden, zodat jouw bloedsuikerspiegel na daling mooi gelijkmatig verhoogd kan worden en je bloedsuikerspiegel stabiel gehouden kan worden, zal je bloedsuikerspiegel alle kanten op blijven vliegen en jouw energieniveau ook. Jouw bloedsuikerspiegel kan enkel stabiel gehouden worden en jouw energieniveau zal enkel constant en stabiel zijn doorheen de dag, elke dag, wanneer jij er dus voor zorgt dat jouw lever goed in staat is om die glucosetransporters te vormen en met behulp van die glucosetransporters glucose van binnen naar buiten uit te scheiden zodra jouw bloedsuikerspiegel daalt. En hoe zorg je daarvoor? Door voortdurend ervoor te zorgen dat jouw voeding voldoende vocht, voldoende essentiële vitamines, voldoende essentiële mineralen, voldoende essentiële spoorelementen, voldoende essentiële aminozuren, voldoende essentiële vetzuren levert. Want zolang dat nog niet aan de orde is, dan kunnen de eiwitten in jouw voeding niet verteerd worden in jouw spijsverteringskanaal tot aminozuren. Kan jouw lever niet voorzien worden in voldoende aminozuren die jouw lever nodig heeft om glucosetransporters te kunnen vormen. En met behulp van glucosetransporters, glucosemoleculen van binnen naar buiten uit te scheiden. Ja, en dan kan jouw bloedsuikerspiegel niet mooi stabiel gehouden worden. En dan zal je energieniveau alle kanten op blijven vliegen. Dat als antwoord op je vraag.